hebben ook Danny van Groningen rijden. Danny van Groningen komt van momenteel op de vierplaats. Maar er komt nog een aanval, misschien aan van Marissa van Eck. Kan Marissa van Eck nog een rol gaan spelen in deze kwartfinale? Komt er nog een aanvalletje van achteraf? Blijft het strijden tot aan de finish of gaat Danny van Groningen met de halve finale vandoor? Jawel hoor. Tweede shake-out in de categorie Elite Woman 2 met een hele goede start over Sharon van de Kolk. Zij gaat aan de leiding. Johnny Vissers is de dame op plaats nummer 2 van de Micros. En dan is het even kijken wie er op 3 en 4 liggen natuurlijk. Op de derde plaats is het van Amazoja Anja Jacobs. En op de vierde plaats is het van de Kommer, Nadine van de Scheur. Maar dat is nog niet gedaan hoor. Er komt de dame van Leon Door van de Loop & Loop Mix Team. Nina van de Boom moet ik zeggen. Zij is in het loer of ze misschien nog een plekje kan omschuiven. En dat is dan de plaatsje dat ze af moet gaan pakken van Nadine van de Scheur. Nadine van de Scheur nog steeds weer de vierde plaats. Zit in de binnenkant. En het is Nina van de Boom die van buiten naar binnen moet. Ja, en nu geloof ze in de nieuwste gebeurt. Inderdaad, Sharon van de Kommer pakt een overwinning voor Johnny Vissers. En de derde plaats is dan voor de dame uit.